ook al heb ik een beperking, ben intens gelukkig met de vrijheid die ik heb. Volgens mij is het allerbelangrijkste dat je iets gaat vinden waar je plezier aan beleeft. Je hebt ook weer een doel van, hé, ik kan wel sporten, ik kan gewoon meedoen met de rest. Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen. Of je in een rolstoel zit, zoals ik, of een minder zichtbare beperking hebt. Om iedereen in beweging te krijgen, werken sportloketten, de provincie, gemeente en zorgprofessionals samen met andere partners. Samen is er al veel bereikt door een duurzame infrastructuur met sportloketten, het sportaanbod te verbreden, technologische innovaties te stimuleren, drempels weg te halen en te focussen op wat sport en bewegen je juist opleveren. Als ik in mijn stoel zit, voel ik mezelf niet gehandicapt. Je ontmoet echt verschrikkelijk veel mensen. Dat je gewoon vrij bent in het water, dat je alles kunt doen zonder dat je denkt dat je iets hebt. Doordat ik veel train en veel sport, kan ik het kleine stukje in de supermarkt gewoon lopen en kan ik gewoon boodschappen doen. Bijvoorbeeld een jongen met autisme die het heel spannend vindt, door die langzaam aan te begeleiden, toch al wekenlang met heel veel plezier aan het sporten is. Fysieke conditie kunnen ze verbeteren en het heeft natuurlijk ook een positieve invloed op het mentale welzijn van een persoon. Professionele begeleiding is gewoon heel belangrijk. Het geeft mensen zekerheid. Het stimuleert ze om weer van alles te gaan ondernemen. Het is dus gewoon goed dat er doorverwezen wordt. Je wil gewoon lekker bezig zijn, net zoals wat anderen die hier uiteindelijk bezig zijn. En ja, sport is gewoon gaaf, dus dat wil ik ook. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om te kunnen gaan sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. En of je nu bij een gemeente werkt, in de zorg of actief bent bij een sportvereniging, iedereen kan daarbij helpen. Kom in beweging en kijk op unieksportenbrabant.nl hoe jij kan helpen.